Wat ik met jullie wilde doen is het delen van een begin van een onderzoek. Waar ik ongeveer een maand geleden of twee maanden geleden mee ben begonnen. Dus het is meer een soort hardop denken vanavond. Dan dat ik echt harde conclusies met jullie kan delen. En dat gaat over wat is de rol van die digitale media in de publieke ruimte. Of de manier waarop we met elkaar omgaan in de stad. En als je mijn... En de achterliggende vraag daarbij is het vraagstuk van ja, maar wie organiseert dan de stad? Wie organiseert de manier waarop we ons tot elkaar verhouden? En als je mijn presentatie in twee slides samen zou willen vatten, dan zou dat zijn dat we eigenlijk van deze situatie, Parijs 1914, naar deze gaan. De manier waarop we de stad ervaren. Wat ik daar vooral interessant aan vind is, er zal u één ding waarschijnlijk opvallen aan deze slide, hoe Parijs in 1914 eruit zag. Het is een enorme hoeveelheid tekst die op die gebouwen stond. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, we spreken nu wel eens over, we leven in een mediastad, maar eigenlijk leefden we in 1914 ook al in een mediastad. Alleen de media waarmee we ons op de stad oriënteerden, dat was tekst. En die tekst die was letterlijk geschreven op de gebouwen. Dus je zou kunnen zeggen dat het programma van de stad, dat is een term uit de architectuurwereld, waarmee ze bedoelen dat wat waar gebeurt, dat stond eigenlijk letterlijk op die fysieke infrastructuur geschreven. En er zijn allerlei redenen waarom dat zo was. Parijs, zoals andere steden in die tijd, groeide heel snel, een tijd van industrialisering, van migranten die naar de stad trokken, maar ook van een opkomende middenklasse die voor het eerst ook kon lezen. Dus voor het eerst was het ook nuttig om echt geschreven woorden in grote getalen te gebruiken. En die tekst hielp je om je te oriënteren op wat er in de stad waar gebeurde, om die ander te ontmoeten. Dus als je op zoek was naar iemand die jou wat te eten wilde brengen, dan kon je hier terecht bij het café of bij het restaurant. En als je op zoek was naar iemand die reisartikelen kon verkopen, dan kon dat hier. En in een café kon je natuurlijk gewoon een gesprek voeren, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Als we dan kijken van hoe oriënteren we ons nu op de stad, dan is dat in toenemende mate via systemen als deze. Ik zal straks wat andere voorbeelden geven. Dit is een prototype van een app van alweer een paar jaar geleden. Wat ik hier interessant aan vind, is dat de manier waarop je op de stad oriënteert, het mediasysteem, is eigenlijk verschoven van de stad zelf naar het scherm. Op deze gebouwen zie je eigenlijk niks meer staan, maar wat er te doen is in die gebouwen, dat zie je eigenlijk op je scherm nu. Dus het programma van de stad verschuift naar de interface van je mobiele telefoon of je laptop of je computer of wat dan ook. En dat heeft denk ik twee hele belangrijke kwalitatieve gevolgen. De eerste is dat die programmering van die stad veel flexibeler wordt. Dus als het niet meer op die gebouwen staat, maar op dat scherm, kan dat aan mijn individuele voorkeuren worden aangepast. Dat gebeurt ook bij heel veel systemen, dat je aanbevelingen krijgt op basis van wat je eerder hebt gekocht, wat je hebt geliked, enzovoorts. Dus we zien ook niet meer allemaal dezelfde stad. Ik word misschien gewezen op dit winkeltje omdat ik van chocola hou, maar iemand anders wordt gewezen op dat winkeltje in dat straatje erachter, wat ik weer niet ziet, omdat hij misschien van kaas of iets anders houdt. Andere belangrijke verschuiving is dat hetzelfde min of meer geldt, die flexibilisering, ook voor de plekken. Dus het programma van de stad kan ook flexibeler worden ingevuld. Bijvoorbeeld, hier is een hotel, dat staat aangekondigd, maar het is eigenlijk geen hotel. Het is gewoon een appartementengebouw, maar iemand die daar woont heeft zijn appartement op Airbnb gezet. Dus vandaag is het even zichtbaar als hotel, maar morgen is het niet meer zichtbaar als hotel, want dan woont die persoon er misschien weer. Dus de stad wordt flexibeler, zowel meer op mij als individu gericht, maar ook kan de programmering van die stad flexibeler worden als we ons via dit soort interfaces op de stad organiseren. Nou, van deze interface zult u misschien zeggen, ja maar dit soort dingen gebruik ik helemaal niet. Toch denk ik dat een hoop van u wel van soortgelijke interfaces gebruiken. Bijvoorbeeld misschien heeft u iets gegeten voordat u hier kwam. Heeft u misschien deze wel gebruikt? Of bent u hier op deze manier naartoe gekomen? Of was u laatst een weekendje weg en gebruikte u Airbnb om een plekje te vinden? Of als u iets te koop aanbiedt of zo, dan gaat u misschien niet meer naar het centrale marktplaats in de stad, maar zoekt u via marktplaats.nl. Bent u op zoek naar een date voor vanavond, dan kunt u deze gebruiken of deze gebruiken. Of als u wilt sporten, dan hoeft u misschien niet meer lid te worden van een sportvereniging, maar gebruik je apps als deze om even snel mensen te ontmoeten, om een potje voetbal met elkaar te spelen in het park. En ik las gisteren een stukje in de krant of op nos.nl dat een aantal sportbonden zich daar zorgen over maken. Het is de wielerbond bijvoorbeeld, die zei gisteren van ja, we zien dat heel veel mensen, er zijn steeds meer mensen aan het wielrennen, maar ze worden niet meer lid van een wielerbond, want ze gebruiken allemaal dit soort dingen.
hè, om met elkaar af te spreken, virtueel tegen elkaar te racen, zich te organiseren met vrienden. Gaat allemaal via apps en niet meer via de traditionele verenigingen. De Groene Amsterdammer die illustreerde onlangs zeg maar, de opkomst van zo'n soort ja, platformsamenleving, zou je kunnen zeggen, met deze foto. En die vond ik wel mooi, omdat hij dat heel mooi ja, weergeeft. Zeg maar, hieronder is nog de architectuur, hè, de oude gewoon de baksteen en het cement waarin we wonen, waarin we ons begeven. Maar wat daar gebeurt, ja, wordt steeds meer gemedieerd eigenlijk via al die platforms die mensen bij elkaar brengen. We verhouden ons tot de ander, niet alleen via het programma van de architectuur, maar meer en meer via de apps van ja, de sociale media. Dus je zou kunnen zeggen, de netwerksamenleving, waar we het toch wel heel erg vaak over hebben, is in toenemende mate ook een platformsamenleving. Het zijn die digitale platforms die ons met de ander verbinden. En dat brengt dan natuurlijk een belangrijk vraagstuk met zich mee. Ik zei al van, wie organiseert de stad? Dus eigenlijk is de onderliggende vraag dan, wie organiseert deze platforms? Want dat speelt natuurlijk een belangrijke rol in de manier waarop we ons tot die ander verhouden. En nu komt het deel in een paar minuten nog waarop het hardop denken begint. In onze studie zijn we een beetje na aan het denken over, ja, wat voor smaken heb je eigenlijk om de samenleving te organiseren? En op dit moment zijn we uitgekomen op dit schema. Dus excuses als het misschien een beetje abstract is, maar ik zal het proberen heel kort toe te lichten. Ik weet ook niet of we alle smaken hebben, maar stel dat je kinderopvang wil organiseren in de samenleving, kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt staatscrashes kun je oprichten. Je kunt zeggen, nee hoor, we laten het allemaal aan de markt over. Het kan ook zijn dat er helemaal niks georganiseerd wordt en dat ouders gewoon op elkaars kinderen passen op een soort informele manier. Of je kunt, en dat hebben we een commons genoemd, of civil society wordt dat ook wel genoemd. Je kunt ook, je ziet ook soms wel eens groepen burgers die zich ja, met elkaar organiseren. Dus niet meer zomaar terloops op elkaars kinderen passen, maar dat je dat gaat institutionaliseren. Dat je er een stichting van maakt, hè, dat je met elkaar afspreekt hoe je dat precies doet en hoe je elkaar daarvoor vergoedt enzovoorts. En wat ik nou interessant vind is dat je zou kunnen zeggen dat die sociale media platforms, die zitten eigenlijk ergens hier. Hè, die verbinden privépersonen via een marktmechanisme. Want wij hoeven er niet voor te betalen, maar de adverteerders betalen ervoor. En in ruil daarvoor worden onze data verkocht aan die adverteerders. Maar wat je natuurlijk ziet gebeuren is dat die sociale media platforms eigenlijk ook in al die andere domeinen een soort onderlegger worden. Die logica die zit niet meer alleen hier, maar die komt ook hier terecht. Bijvoorbeeld als ik ga fietsen met vrienden via een sportclub. Dan zit ik hier, dan is dat echt een soort commons, hè, want we doen dat met elkaar, we hebben geen winstmotief. Maar als ik dat via apps ga doen, dan kom ik toch tegelijkertijd, ook al doe ik dat met vrienden, eigenlijk in zo'n soort omgeving, kom ik tegelijkertijd ook ja, terecht in de logica van die markt. Hè, waar mijn data wordt verzameld, Tracy zei het al, toch vooral om, niet per se om mij de meest optimale ervaring te bieden, maar misschien om zo interessant mogelijk voor die adverteerders te zijn. En het hoeft elkaar niet altijd te bijten, maar dat is wel iets wat we ons niet altijd gewaar zijn. Hè. Wij denken vaak dat dat soort technologieën een soort neutrale oplossing zijn en dat we die gewoon kunnen gebruiken. Maar deze studie gaat er eigenlijk over dat wij denken dat er een soort logica in die platform zit en dat die maar verspreidt vanuit de markt naar die andere velden. Wanneer we ook in al die andere velden apps gaan inzetten om ons tot de ander te verhouden. En in Silicon Valley is dat in zekere zin het ideaal. Die zeggen van, nou, dat is eigenlijk heel goed als we dat zo doen. Want die markt die kan alles vooral heel veel efficiënter. Die overheid, dat is maar ballast. Die brengen ons allemaal maar regels. En die zijn zelf maar helemaal niet innovatief. Dat is bijvoorbeeld de discussie die we rond Uber voor een groot gedeelte hebben. Dus Uber zegt van, ja, maar wij kunnen veel beter dat vervoer met elkaar organiseren. Wanneer we mensen een app geven, dan brengen we vraag en aanbod op de meest efficiënte manier bij elkaar. En ja, dat ze in zo'n land als Nederland dan dingen hebben als een minimumloon. Of dat taxichauffeurs allerlei diploma's moeten hebben. Omdat ze kunnen garanderen dat ze goede service aan die kant brengen. Dat hebben we allemaal niet nodig, want wij hebben een soort evaluatiesysteem in die app. Als iemand een slechte service biedt, ja, dan krijgt hij gewoon een slechte rating en zo filtreer je dat ook uit. Dus die overheid hebben we eigenlijk niet meer nodig. Nu we eenmaal die apps hebben, kunnen we ook gewoon via de markt alle voorzieningen in de samenleving organiseren.
Nou, ze zei ik al, dat is niet de enige smaak. Hè. Dat is een ontwikkeling die we zien. We zien ook een tegengestelde ontwikkeling. Hè, waarin juist vanuit dat idee van de commons ook allerlei partijen bezig zijn om apps en platforms te bouwen om mensen met elkaar te verbinden. Niet vanuit zo'n winstachtig motief, maar juist vanuit het idee dat we met elkaar de publieke zaak het beste als burgers onder elkaar kunnen behartigen. Hè? En dus misschien dat ook daar, je zou kunnen zeggen, die commons een veel centralere rol in de samenleving kunnen gaan spelen. Een voorbeeld, nog heel kort, eentje die ik vond die wel bij ook het thema architectuur past. Wikihouse bijvoorbeeld, hè, dat is een groep architecten, ontwerpers die bij elkaar zijn gaan zitten en die zeggen van wat wij gaan doen is we gaan een bibliotheek maken online waar allerlei ontwerpen voor huizen komen te staan en die kan iedereen gratis downloaden en weer veranderen en in de toekomst als 3D printers enzovoorts ook groter of meer gemeengoed worden kun je dan zeg maar een soort breipatroon voor je eigen huis daar downloaden en uit laten printen en laten bouwen. En hier is de onderliggende logica is niet de markt geld verdienen, maar is juist samenwerken om met elkaar een soort bibliotheek van mooie, interessante huizen te bouwen, hè, die de stad dan al dan niet ook ten goede zouden komen. Laatste smaak die ik nog had, want dit zijn een soort twee tegen die over elkaar staan, maar we weten eigenlijk nog niet precies welke kant op gaat. Het kan ook nog een andere kant op gaan. Hè, en dat is juist dat die overheid een veel centralere rol gaat spelen, omdat die een groot gedeelte van die platforms gaat beheren, controleren. Dat zie je in Nederland niet zozeer. Maar wel, ik zag in totalitaire landen bijvoorbeeld, is dat natuurlijk een reëel risico. Ik zag dit bericht een week of twee of drie geleden in de krant over China. Dat de Chinese overheid gaat van alle burgers een dataprofiel bijhouden. Gebaseerd op of je al dan niet kritisch bent op het bewind. Of je al of niet meedoet aan bepaalde dingen. En op basis daarvan, de score die je daaruit maakt, krijg je wel of niet promotie in je baan of een huis toegewezen of niet. Een soort totale datificatie van de burger vanuit een overheidsperspectief. Tien minuutjes is dus heel kort. Ik denk dat het, tenminste ik hoop dat het een hoop stof tot discussie oplevert. Maar wat ik eigenlijk heb willen zeggen is, we zien de opkomst van een platformsamenleving. Meer en meer verhouden we ons tot die ander in de stad via die digitale mediaplatforms. En die sociale media zijn geen neutrale tool, maar die hebben een bepaald soort logica. En die logica die manifesteert zich ook in allerlei andere domeinen en bepalen dus de manier waarop we ons tot de ander verhouden. Dank jullie wel. Mag ik bij hand opsteken vragen? Wie denkt dat het toegaat naar het belangeloze, naar de commons, waarin we zelf vooral onze omgeving vormgeven met de digitale tools die ons min of meer kosteloos ter beschikking worden gesteld? Nou, dat is wel een hele kleine minderheid. Frank Kressin van De Waag, waarom ben je zo optimistisch, jongen? Kom even staan. Ik denk omdat het kan en omdat het moet. Het is zeg maar, het andere is misschien wel heel erg stevig en heeft heel veel wind mee. Maar uiteindelijk is de manier waarop we onszelf organiseren een manier van ons allen. En op een gegeven moment realiseren we ons dat die commons daar veel belangrijker in is dan we misschien wel denken. En dan staat het... het alternatief staat paraat. Dat wordt gebouwd door mensen die nu wikihouses gaan maken en zo. En steeds meer mensen, het is nu een onderstroom, maar steeds meer mensen maken daar op dagelijkse basis gebruik van. En op een gegeven moment wordt dat groot. Nou, dat is toch een goed gefundeerd verhaal. En wie is meer bang voor het controlescenario? Nou, ook niet zoveel. Esther? Bang? Esther Pollack, kom even staan. Als ik ergens op zou moeten gokken, en dan zou ik toch meer op het op de controle krachten gokken. Maar je weet natuurlijk niet, het hangt er ook erg vanaf aan welke termijn je denkt natuurlijk. Hè? Maar volgens nog zie ik die commons wel leven, maar inderdaad in de onderstroom. Oké, dankjewel. 1 seconde Martijn, ik kom zo terug. Kom even staan. Hey. Ik vraag me meer af. Ik geloof ook wel meer richting een controle, maar niet per se van de overheid. Omdat het uiteindelijk die bedrijven zijn die het faciliteren.
die ook van je data gebruik maken en steeds meer manipulatieve technieken toepassen om jouw gedrag te beïnvloeden. Dus ik heb het zelf meer de angst voor richt. Ik wist niet wat je bedoelde met de controle, maar ik zie het meer richting controle van bedrijven in plaats van de overheid. Oké. Ja. Martijn. De Facebooks en de Twitters van deze wereld krijgen de controle. De platforms. Wie biedt ons die platforms? Dat doen ze niet belangeloos. Nee, dat doen ze natuurlijk omdat ze de winst van de aandeelhouders willen maximaliseren, zoals dat zo mooi heet. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het per se grote duivels zijn, want ze bieden ons wel iets wat ja, heel verleidelijk en aantrekkelijk is. En daarom zijn die platforms ook zo populair. En ze bieden ook een goede of een handige manier om je met elkaar te organiseren. Alleen, en daar ben ik wel met die mevrouw eens, wat je vaak niet realiseert, of misschien wel realiseert, maar je denkt, ach, het zal allemaal wel zo'n vaart niet lopen, of ik heb toch niks te verbergen. Ja, dat betekent wel dat de manier waarop zij ook de wereld voor jou ordenen, is vooral gericht op het bedienen van adverteerders. Kunnen ze natuurlijk niet helemaal jou negeren, want als je het echt niks zou vinden en het super vervelend zou zijn, dan zou je... Dan doe je het toch gewoon niet mee. Dan doe je niet mee, alhoewel... Die vrijheid hebben we nog. Er is natuurlijk wel een moment dat sommige van die platforms zo groot en zo krachtig zijn, dat je niet in je eentje kunt zeggen, ik doe niet meer mee. Als je nu zegt van in bepaalde sociale kringen, als je zegt van ik wil niet met Facebook meedoen, dan word je nooit meer voor een feestje uitgenodigd. Dus... Dat je, ja, ze zegt dat je bepaalde producten niet meer mag afnemen als je niet inlogt met je Facebook-account. De greep wordt steeds, steeds smaller. Ja, dat is wel zo. Ja, dat is ook handig. Ja, dan hoef je niet 600 paswoords te onthouden. Ja. Je ziet dat naarmate de macht meer naar de platforms gaat, of de ontmoetingsplekken, om het zo te zeggen, zie je dat andere soorten bedrijven het juist moeilijker krijgen. Ik gaf deze week bij een lezing het voorbeeld van de Nuon. Vroeger was de Nuon het bedrijf dat heel Amsterdam van energie voorzag. Nu kan je naar je eigen coöperatie of je kan je eigen energiebedrijf oprichten. Of straks hebben we al een Tesla Powerwall in de garage. Hoe verschuift die balans? Ja, nou, dat zie je inderdaad wel. Hè. Dus het wordt in theorie wordt het makkelijker om je eigen energiecoöperatie op te richten. Hè. Mensen doen dat ook wel. Waardoor die grote bedrijven het lastig hebben. Die grote bedrijven die zeggen dan, die zeggen van ja, maar goed, ons winstmodel zit toch al niet in het zo, in de marge die we op het leveren van de energie halen. Dus we gaan een soort nieuwe dienst ontwikkelen. En dan gaan we jou helpen met het optimaliseren van je energiegebruik. Hè, dus die zeggen van, als jullie een coöperatie beginnen, dat is hartstikke goed. Maar wij hebben software waarmee wij dan voor jullie die energie verdeling, afrekening enzovoorts beter kunnen gaan organiseren. Dus voor een deel proberen die ook wel in te springen op die niche. Voor een deel is het misschien zullen ze marktaandeel verliezen. Maar goed, het is veel complexer dan alleen dat. Het heeft ook te maken met energiebelasting en de manier waarop dat is georganiseerd. Bijvoorbeeld, goed, het is een heel verhaal, daar zullen we nu niet over beginnen. Maar op allerlei terreinen zie je natuurlijk dat soort kleine collectieve diensten van grotere over kunnen nemen. Aan de andere kant zie je dat juist op dat soort platforms er nog maar één centrale speler is. Hè? Omdat iedereen wil zijn op het platform waar iedereen is. Ja, dus als iedereen op Facebook zit en jij zit in je eentje op een ander klein platform, dan zit je daar in je eentje. Ja. Dus er zijn verschillende dingen die tegelijkertijd aan de hand zijn. En wanneer weten we, wanneer is dit nou een keer uitgekristalliseerd? Ja, goede vraag. zou ik echt niet weten. Voorlopig niet? Voorlopig nog niet. Nee. Nou, het blijft voorlopig boeiend. Martijn de Wal, zeer bedankt.